Hoi allemaal, Noura hier. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn nu om jullie vragen live te beantwoorden omdat ik aan het trainen ben. Daarom heb ik de vraag opgestuurd gekregen. Ik heb ze hier op een briefje staan en ik ga ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Heel erg bedankt in ieder geval voor alle leuke vragen. En ik ga beginnen met Aimee. En ze vraagt: hoe ben je op het idee gekomen om te voetballen? Ja, ik vond voetbal eigenlijk altijd superleuk. Ik denk, sinds ik kan lopen, schopte ik al tegen een bal aan. En ja, ik kan me eigenlijk ook niet herinneren waarom ik het leuk vond. Het was gewoon vanaf het begin af aan, was ik eigenlijk al verliefd op het spelletje voetbal. Ella vraagt, waarom koos je voetbal en niet iets anders? Nou ja, net zoals Aimee net ook al aan mij vroeg. Ja, ik vond voetbal gewoon te gek. En mijn moeder vroeg nog wel eens van, wil je niet gymmen of op hockey of wat de andere meiden uit mijn klas deden. Maar nee, ik was heel erg van overtuigd dat voetbal hetgeen was wat ik het leukst vind om te doen. Noren, waarom vind je voetbal zo leuk? Ik vind voetbal leuk in eerste plaats omdat het een teamsport is. Ik vind het leuk om iets samen te doen. Ik vind het heel erg leuk om trucjes met een bal te doen. Achter een bal aan te schoppen. En dat jij zeg maar met de bal alles kan doen wat je maar wil. En ja, dat was gewoon iets wat ik altijd al graag deed. Rowan vraagt, waar voetbalde je in de jeugd? Ik kom uit Vaassen, dat ligt in Gelderland. En daar heb je een voetbalclub, Vios Vaassen. Mijn vader die was daar al heel lang lid van en zodoende ben ik ook bij Fios gaan voetballen. Zoe vraagt, vind je zelf dat je goed bent in voetballen? Ik denk wel dat ik goed kan voetballen. Anders mag ik niet bij zo'n mooie club als PSV spelen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je altijd wel bescheiden blijft en altijd hard blijft werken en niet te veel naast je schoenen gaat lopen. Raf, hoe lang voetbal je al? Ik voetbal sinds mijn vijfde. Ik ben inmiddels 23 jaar, dus dat is al heel wat jaartjes. Het is gelijk na zwemles ging ik op voetbal. Dus ik ben er nooit meer afgegaan. Dus. En Robert vraagt, hoe vaak in de week voetbal je? Nou, wij trainen meestal 6 keer in de week. Dus en dan soms ook nog een wedstrijd. Dus ik denk ongeveer 7 keer in de week. En dan verschilt het van 1,5 uur tot 2,5 uur als onze trainer er zin in heeft. Oké, we gaan door met de volgende vraag van Tara. Zij vraagt, hoe ben je bij PSV gekomen? Ik ben dus bij Fios Vaassen begonnen. Toen ben ik op mijn 13e naar FC Twente gegaan. Daar heb ik tot mijn 17e gevoetbald. Toen ben ik naar PEC Zwolle gegaan. Daar heb ik 3 seizoenen gespeeld en dit is alweer mijn 3e seizoen voor PSV. En daarmee beantwoord ik ook gelijk de vraag van Luana, want zij vraagt ook hoe lang speel je al bij PSV. Sven vraagt, hoe is het om bij PSV te voetballen? Ik vind het echt super leuk om bij PSV te voetballen. PSV is echt een familieclub en straalt ook echt de Brabantse gemoedelijkheid uit. Dat heb ik altijd zo gevoeld en daarnaast de ambities die PSV daarbij ook heeft. Dus altijd presteren en altijd om de prijs gaan. Ik denk dat dat een combinatie is die heel erg bij mij past. Jochem en Natanja vragen, hoeveel wedstrijden heb je voor PSV gespeeld? Ik weet het niet helemaal precies. Vorig seizoen heb ik een moeilijk seizoen gehad. Toen had ik een blessure en heb ik ook door de coronacrisis niks kunnen spelen. Dus als ik dat seizoen dus niet meereken, denk ik dat ik rond de 30 wedstrijden zit voor PSV. Tess vraagt, hoe vaak ben je kampioen geworden? Vorig jaar waren we heel goed op weg. Toen stonden we bovenaan totdat het seizoen werd afgelast. Dus dat was heel erg zuur voor ons. Gelukkig hadden we toen wel de eerste plaats toegewezen gekregen, zodat we Champions League hebben mogen spelen. Dat was echt heel gaaf. In december hebben we toen tegen Barcelona mogen spelen voor het eerst. En dit jaar zijn we volop in de strijd voor het kampioenschap. En we gaan er alles aan doen om het eerste kampioenschap voor de PSV-vrouwen
dit seizoen waar te maken. Dan zijn we nu bij de vragen over het lezen gekomen. June vraagt aan mij, vind je lezen leuk? Ja, ik vind lezen zeker leuk. Ik vind het ook superleuk dat ik ambassadeur mag worden van dit mooie project. Omdat ik ook vind dat kinderen veel moeten lezen. Ik heb het in mijn jeugd namelijk ook heel veel gedaan. En ik snap, en dat heb ik zelf ook vanwege de komst van de mobieltjes en de tablets, dat het wat lastiger is om een boek te pakken. Maar ja, ik vind het geweldig om echt ja, helemaal meegezogen te worden in een verhaal. En daarnaast werkt mijn moeder ook bij de bibliotheek als vrijwilligster. En hebben wij zelfs een mini-bibliotheek aan huis, waar mensen uit de buurt boeken kunnen ruilen of mee kunnen nemen om te lezen. Dus ja, ik vind lezen echt heel erg leuk om te doen. Miranda vraagt, wat lees je graag? Ja, ik lees heel veel verschillende genres. Dat kan zijn van romantisch tot drama. Een spannend boek, als het maar niet te spannend is, want anders slaap ik niet goed. Ja, het is heel uiteenlopend. En Miranda vraagt, waar en op welke momenten lees je graag? Meestal lees ik voordat ik ga slapen, omdat ik dan bijvoorbeeld een drukke dag heb gehad en dan lig ik in bed en dan pak ik nog even een boek, ja, zodat ik mijn gedachten even kan verzetten en ja, helemaal in een verhaal kan opgaan. En ja, dus meestal, ja, ik lees eigenlijk wel dagelijks en op vakantie en als ik dan heb ik tijd genoeg en dan pak ik ook wel vaak een boek. Bedankt voor al jullie leuke vragen. Ik vond het superleuk en hopelijk zien we elkaar snel op de hertgang.